العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. In deze lessen zullen wij inshallah tabarak wa ta'ala stilstaan bij de zaken die plaats zullen vinden op Yom al-Qiyamah. En uiteraard totaal 3 uur heb ik begrepen, 1,5 uur, 2 maal 1,5 uur. Dit is uiteraard natuurlijk te kort om de gehele Yom al-Qiyamah te behandelen en alle zaken te behandelen die daarin plaats zullen vinden. Maar inshallah tabarak wa ta'ala proberen we in grote lijnen alle fasen van Yom al-Qiyamah te behandelen. Allereerst, het geloof in Yom al-Qiyamah is een van de pilaren van het iman. Een van de pilaren van het iman. En tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir. Het geloof in de laatste dag is een van de pilaren van al-iman. En het geloof van de dienaar is niet compleet en niet correct. En wordt niet van hem geaccepteerd totdat hij gelooft in deze dag. En daarom is het belangrijk dat wij dit bestuderen en daar ook in geloven op basis van hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft genoemd in de Koran en de authentieke overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is een verplichting, een onderdeel van de geloofsleer van de moslim. Het is een verplichting om daarin te geloven. En het is hetgeen waardoor de mensheid terugkeren naar de waarheid en het wereldse leven daardoor stabiel wordt. Wanneer wij geloven in deze laatste dag, wanneer wij geloven in de zaken die er plaats zullen vinden, zullen wij uit de buurt blijven van de zonde. Zullen wij Allah makkelijker kunnen gehoorzamen. Zullen wij een gelukkig leven leiden. En daarom is het belangrijk om bij deze zaken stil te staan. Om bij de gebeurtenissen en de verschillende fasen van Yom al-Qiyamah stil te staan. En als wij dit doen, dan zal onze toestand, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, verbeteren. Allereerst, Yom al-Qiyamah. Deze dag, deze laatste dag, heeft verschillende namen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft verschillende namen genoemd voor deze dag in de Koran. Waar wij een enkeling van zullen noemen en bij stil bij zullen staan. De eerste naam, Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah is een van de namen van de dag des oordeels. Wat betekent Yom al-Qiyamah? Dat betekent de dag der opstanding. Of de dag waarin er grote zaken plaats zullen vinden. والقيامه في اللغه مصدر قام يقوم ودخل التانيث للمبالغه على عاده العرب وسميت بذلك لما يقوم فيها من الامور العظام التي بينتها النصوص. يعني يوم القيامه wordt zo genoemd vanwege de grote gebeurtenissen die erin plaats zullen vinden, waaronder ook het opstaan, de stand van de mensen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En er is een surah genaamd Surat al-Qiyamah. Dus dit zijn de bewijzen waaruit blijkt dat een van de namen van Yom al-Qiyamah, een van de namen van de laatste dag, de dag des oordeels, is Yom al-Qiyamah. Een andere naam, Yom al-Akhir. Yom al-Akhir is ook een van de namen die voorkomt in de Koran. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Maar de goedheid, de vroomheid is dat men gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala en in de laatste dag, Yom al-Akhir. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Dus Yom al-Akhir is ook een van de namen van de dag des oordeels. Waarom wordt deze dag zo genoemd? وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. Dat is de laatste dag van de wereld, omdat er geen andere dag na die dag zal komen. En er zal een nieuwe dimensie, er gaat een nieuwe dimensie beginnen. En de dagen, dat is iets voor de dunya. Het wereldse leven, daarin is er sprake van dagen. Vanwege de zon die opkomt en ondergaat. Vanaf dat moment, vanaf na Yom al-Qiyamah, na Yom al-Akhir, begint er een nieuwe dimensie waar er geen sprake meer is van zon, maan, dagen zoals wij die kennen. En daarom wordt het de laatste dag genoemd, Yom al-Akhir. Wordt ook genoemd As-Sa'a.
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ساعة الساعة سأين فان نعم فان يوم القيامة الساعة بتيكن تعطون دخ أخلك أن خديلت in de Arabische literatuur, in de Arabische literatuur betekent de sa'a en vooral vroeger, in de vroegere, de terminologie van vroeger, is het zo dat de sa'a, want dit komt ook voor in de overleveringen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, sa'a taalkundig is een gedeelte van een tijd, wat onbegrensd is. Zoals jullie weten, Yom al-Jum'a, de profeet zegt in die hadith, men ja'a awwal sa'a. Wie in het eerste uur komt van Yom al-Jum'a, die krijgt de beloning van een, alsof hij een kameel heeft gedoneerd. Wie daarna komt als een koe, een ram, een schaap, en totdat het eindigt bij een ei. De profeet zegt in die hadith, sa'a, sa'a. Dat betekent niet de sa'a van 60 minuten zoals wij die nu hebben, maar het is een tijdsbestek. Tijdsbestek wat onbegrensd is. Of een moment zou je kunnen zeggen, een moment, sa'a. Dat is in de vroegere terminologie. والساعة كلمة يعبر بها يقول الإمام القرطبي والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف على جزء من 40-20 جزء من اليوم والليلة vandaag de dag ساعة is het uur wat wij vandaag de dag kennen 60 minuten waarom wordt deze dag الساعة genoemd omdat het in een enkele moment plotseling zal aanbreken. Het zal van het ene moment tot op het ander zal het aangebroken zijn. Een sa'a is een tijdsbestek. Binnen een kort tijdsbestek zal het aanbreken. Ook een van de namen van Yom al-Qiyam is Yom al-Ba'th. Yom al-Ba'th. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raybin min al-Ba'thi, o mensheid. Als jullie in twijfel trekken, in twijfel verkeren, over de al-Ba'th. Wat is de al-Ba'th? Dat is de opstanding. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. En de mensen die beschikten over kennis en het geloof, zij zeiden, jullie zijn verbleven in het boek van Allah, volgens de qadar, volgens het lot, إلى يوم البعث, tot aan de dag van de opstanding, de dag der opstanding. Al-Ba'th betekent opstanding. Waarom is het zo genoemd? Omdat de mensen weer tot leven worden gebracht en uit hun graven zullen opstaan. En ook een van de namen is Yom al-Khuruj. Yom al-Khuruj. Yom yasma'una as-sayhata bil-haqq. Dhalika Yom al-Khuruj. Deze wordt zo genoemd omdat de mensen ook uit hun graven zullen komen. Ze zullen verschijnen uit hun graven. Al-Khuruj is naar buiten komen. Ze komen uit hun graven naar buiten. Al-Khuruj. Al-Qari'a. Dat is ook een van de namen van يوم القيامة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس القرآن دي لغة زغزلفة القارعة ما القارعة what how the القارعة what do you think what القارعة is then comes خيط الله antwoord يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش for fools beschrijft الله سبحانه وتعالى يوم القيامة what is all plants find so القارعة is een van de namen van de dag des oordeels القارعة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. القارعة betekent eigenlijk datgene wat heel veel invloed heeft op een persoon. Intense klappen, geestelijke, datgene wat iemand overkomt, waar hij zodanig onder lijdt in hevige mate. القارعة, wat de harten angst doet inboezemen. Een van de namen ook van Yom al-Qiyamah is Yom al-Fasl. Yom al-Fasl. Hada Yom al-Fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun. Hada Yom al-Fasl jama'naakum wal-awwalin. Yom al-Fasl. Waarom? Wat betekent Yom al-Fasl? Dat betekent, al-Fasl betekent het oordeel. Oordelen. En het wordt zo genoemd omdat Allah subhanahu wa ta'ala op die dag zal oordelen tussen de schepselen. يوم الدين سوك إن فان دنام فان يوم القيامة يوم الدين مالك يوم الدين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وابدأ يوم الدين ده دخ فان ده أفريكنين
de dag van de veroordeling, de dag van het afleggen van verantwoording. Het dien betekent al-jaza of al-hisab. Het dien kan geloof betekenen. Het dien kan ook betekenen de afrekening, de veroordeling. Yom ad-din, de dag van de veroordeling, de dag van het afleggen van de verantwoording. Deze wordt zo genoemd omdat datgene plaats zal vinden in de Yom Qiyamah. De dienaren zullen verantwoording af moeten leggen voor hun daden. Dit waren enkele namen van Yom Qiyamah. En er zijn meerdere namen. Bijvoorbeeld At-Tammatul Kubra. Fa'idha ja'ati At-Tammatul Kubra. Als de grote stoot zal aanbreken. Yom Al-Hasra. De dag van de spijt wordt zo genoemd omdat de mensen dan spijt zullen hebben. En ieder zal spijt hebben. De ongelovigen zullen spijt hebben voor het feit dat zij niet geloofden in Allah subhanahu wa ta'ala. De gelovigen zullen spijt hebben omdat zij niet voldoende gedaan hebben aan goede daden. Iedereen zal spijt hebben. Zelfs de meest vrome personen zullen spijt hebben dat zij niet nog meer goede daden hebben verricht vanwege hetgeen wat zij op die dag zullen meemaken. Yom al-Khulud, die dag wordt ook zo genoemd, Yom al-Khulud. Udkhuluha bisalam, dhalika yom al-Khulud. De dag van de eeuwigheid. Dat wordt zo genoemd omdat die dag, vanaf die dag begint de eeuwigheid. Er is geen einde meer. Eeuwigheid, beeld je in, subhanallah, eeuwigheid. Er is geen einde meer. Dit wereldse leven is vergankelijk, tijdelijk. Maar vanaf Yom al-Qiyamah, waarvan een van diens namen is Yom al-Khulud, de dag van de eeuwigheid. Vanaf die dag begint een dimensie wat nooit ten einde zal komen. Udkhuluha bisalam, dhalika yawm al-Khulud. En daarna zijn er meerdere namen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft genoemd. Maar in verband met de tijd vrees ik dat wij een paar moeten overslaan. Imam al-Qurtubi zegt in het Arabisch. Wanneer iets waardevols is, van grote betekenis is, zal het ook heel veel namen hebben. In het Arabisch, in de Arabische geschiedenis, literatuur, wanneer iets een grote waarde heeft bij de Arabieren destijds, dan hadden zij er heel veel synoniemen voor en namen, verschillende namen ervoor. Bijvoorbeeld het zwaard. Het zwaard was bij hun iets wat heel zwaar woog. Het was onmisbaar. In hun leven, het zwaard. En zo zegt Ibn al-Qurtubi, rahimahullah, dit zwaard vanwege de waarde die het had en de betekenis die het had bij de Arabieren, heeft het meer dan 500 namen. 500 namen. En hij zegt dus alles wat een grote waarde heeft, heeft ook heel veel namen en heel veel eigenschappen. En daaronder kun je dus ook Yom al-Qiyamah onderscharen. Het is een grote gebeurtenis met heel veel namen en ook eigenschappen. En deze namen die beschrijven eigenlijk allemaal deze dag die plaats zal vinden. Gaan we over naar het blazen op de bazuinstoot. De profeet sallallahu alaihi wasallam die zei, كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. Wij weten met z'n allen dat de dag des oordeels zal beginnen op het moment dat Israfil, volgens een van de meningen, op de bazuinstoot zal blazen. Sommige leden zeggen, het is Israfil die op die bazuinstoot zal blazen. En andere leden zeggen, het is niet bekend wie dat precies is. Maar in ieder geval, het is een engel. Het is een engel die op deze bazuinstoot zal blazen. Waarover de profeet sallam heeft gezegd. Kayfa an'umu wa sahibul qarni qad iltaqam al qarn. Hoe kan ik genieten, zegt de profeet sallam. Terwijl de engel die op de bazuinstoot zal blazen. Al zijn bazuinstoot in zijn greep heeft. Hij heeft hem al in zijn greep. En hij wacht op het signaal van Allah subhanahu wa ta'ala om erop te blazen. Wat doen onze jongeren? Deze engel die staat klaar om op de bazuin te blazen. En onze jongeren blazen op shisha's. In shisha lounges. Die engel kan elk moment blazen op die bazuinstoot. En zij zitten allemaal te blazen op een shisha
ander op sigaretten. Ja? En ieder die blaast op iets, ander blaast op ballonnen. Terwijl die engel, elk moment, hij wacht het signaal af om erop te blazen. En als hij erop blaast, dan zal de dag des oordeels worden ingeleid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. En er zal op de bazijnstoot geblazen worden. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. En hier heel mooi eigenlijk. Yani we zien Allah subhanahu wa ta'ala die noemt hier de verleden tijdsvorm. وَنُفِخَ is verleden tijd. Maar dit moet nog plaatsvinden. En dit is een stukje retoriek van de Arabisch. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons de indruk geeft. En de verleden tijdsvorm gebruikt voor iets wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Om duidelijk te maken dat het heel nabij kan zijn. En dat het nabij is. En dat het elk moment kan plaatsvinden. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala de verleden tijdsvorm gebruikt. Voor datgene wat gauw zal plaatsvinden. Wa nufiga. Alsof het al geweest is. Het zal zo snel aanbreken, plotseling, dat het lijkt alsof het al geweest is. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. En er is op de bazuin geblazen. Als je het letterlijk wilt vertalen, er is op de bazuin geblazen. Net als bijvoorbeeld, iemand is nog onderweg. Iemand is onderweg. En hij wordt gebeld. Van, waar ben je? Ik ben er al. Ik ben er al. Maar hij is nog niet, hij is onderweg. Maar hij wil aangeven... Er zit niks tussen mij en mijn aankomst. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. En er zal op de bazuin geblazen worden. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. Alles wat zich bevindt in de hemelen en op aarde zal komen te bezwijken, zal doodgaan. Een hele harde stoot. Niemand weet hoe hard die zal zijn, hoe die zal aankomen, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Behalve van wie Allah wil dat zij niet zullen bezwijken. Behalve van diegene waarvan Allah wil dat zij niet zullen bezwijken. En de geleerden die hebben daarover gespeculeerd van wie dat precies zijn. Sommigen zeggen de shuhada, de martelaren, die zich bevinden in de hemelen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft hen beschreven als zijnde dat zij in leven zijn, hè. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. Zij zijn levend bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zij zullen niet bezwijken door deze bazuinstoot. Sommige geleerden zeggen al-hur al-ayn in het paradijs, die zullen er geen last van hebben. Maar dit zijn allemaal speculaties, maar Allahu a'lam wie. En sommigen zeggen de engelen Jibril, Israfil en Mikael, die zullen uitgezonderd worden van het bezwijken door deze bazuinstoot. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dit is de eerste bazuinstoot. Als de eerste bazuinstoot zal klinken, zal alles sterven. Alles zal komen te bezwijken wat zich bevindt in de hemel en aarde. En we moeten dit inbeelden. Als wij dit horen, dan moeten wij ons dat proberen voor te stellen. Dat alles dood zal gaan. Alles zal sterven. Door die ene stoot die plaats zal vinden. Bewaar jullie vraag voor degene die vragen heeft, inshallah. Zo dadelijk zal ik een korte pauze inlassen voor de vraag. Dat is de eerste bazuinstoot. Bij de eerste bazuinstoot zal iedereen komen te overlijden en bezwijken. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. En vervolgens zal er nogmaals erop geblazen worden. Dat is de tweede keer. De tweede bazuinstoot. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Bij de tweede keer dat erop geblazen zal worden, zullen de mensen weer tot leven worden opgewekt. Degenen die al overleden waren, zij komen uit hun graven. En degenen die toen bezweken zijn, zij zullen daarna weer opgewekt worden. Er is overgeleverd dat er tussen de eerste en de tweede bazuinstoot 40 jaar zal zijn. Tussen de eerste bazuinstoot en de tweede 40 jaar. Maar Allahu alam, hoe die 40 jaar zal zijn. En zodra Yawm Qiyamah begint, dan zullen de universele wetten die wij nu kennen, die zullen niet meer vanzelf.